Deze woning aan de Roerdomweg 8 is een tussenwoning in een wel heel erg leuk buurtje. Want het is hier rustig groen, vlakbij het Sassenhein gelegen. Dat is een mooie visplas met een paviljoen erbij waar je een heerlijk theetje of een drankje kunt doen. Daar vlakbij ligt ook de Zandweg. En via die Zandweg kun je een heerlijke wandeling maken naar het onder andere Quintusbos. Ook naar andere natuurgebieden. Wil je niet naar het Quintusbos, maar naar de winkel, dan zit je hier ook gebeiteld. Want loop je hier de straat uit, dan ben je binnen no time via het Harde en de Ruitensteeg in het gezellige dorpscentrum van Haren. Nou, we gaan vandaag deze tussenwoning bekijken. Het heeft een woonoppervlak van 82 vierkante meter. Een tuin op het zuiden. Nou, en ik zei het al, het ligt hartstikke leuk. We staan aan de voorkant van het huis met het uitzicht over de groenstrook. Ook hier zie je dus de parkeerplekken, dus voldoende parkeerruimte. Aan de voorkant heeft het huis een voortuin en pad naar de voordeur. Daar gaan we naar binnen. En binnengekomen zien we hier als eerste een hallentree voorzien van een tegelvloer en een open trap. Een stapje terug naar rechts, dan zien we hier nog naast de voordeur de meterkast. En voorbij de trap aan de linkerkant hebben we de toiletruimte. Vanuit de hallentree loop ik door naar de woonkamer en ook die is voorzien van een tegelvloer. In het midden vind je een oorspronkelijke schouw en daar zit nog een rooknaal aan vast die buitendaks gaat. Aan de voorkant zie je een groot raam. Er is dus behoorlijk veel lichtinval in deze woonkamer. En aan de achterkant vind je openstaande deuren naar die tuin die op het zuiden is gelegen. En in het verlengde van deze woonkamer, hier links van de openstaande deuren, vinden we de open keuken met een L-vormige inrichting. Een keurige keuken, weliswaar op leeftijd, maar je ziet dat er heel erg netjes mee omgesprongen is. Aan de achterkant is het huis ook wat uitgebouwd, waardoor de keuken vergroot is. Met links een deur naar een hele handige provisieruimte en hier dus de deur naar de tuin. Via deze tuindeur ben ik de achtertuin ingestapt en dat is een mooie diepe tuin op het zuiden met veel groen, weinig inkijk. En ruimte genoeg om hier een fietsenberging te realiseren. Dat zou achter in de tuin kunnen. Daar vinden we ook de poort met de toegang achterom. Maar je zou die fietsenberging ook hier aan de achterkant aangebouwd aan de keuken kunnen realiseren. Verder zien we nog net boven de pergola de elektrisch bedienbare zonwering. En daar natuurlijk weer die openstaande deuren. Nou, in de tuin die is achterom bereikbaar. Ik loop door de poort, zodat je even kunt zien waar je dan uitkomt. Want dan kom je in de Kievietweg uit op de hoek met het Harde. Hier is ook nog een heel erg leuk speeltuintje. Voor degene die veronderstelt dat dit een klein huis is, moet ik je eigenlijk wel een beetje gelijk geven, want zo groot is het niet. Maar tegelijkertijd weer wel, want de slaapkamers zijn heerlijk ruim. Het zou je verbazen als je hier rondloopt dat het ruimer voelt dan dat het daadwerkelijk op papier is. Deze slaapkamer heeft een groot ruim met uitzicht op de achtertuin. En deze slaapkamer is net als de andere kamers in de overloop voorzien van een laminaatvloer. De tweede slaapkamer die ook aan de achterkant ligt, ook die is ruim. Kun je goed een tweepersoonsbed kwijt. En ook deze heeft een uitzicht op de achterkant in de tuin. Nou, en dan is er nog een derde verrassend ruime slaapkamer. En die loopt over een behoorlijk deel van de breedte van het huis van rechts naar links. En ook hier vind je ruimte zat om een tweepersoonsbed, een kast en een bureau te plaatsen. Daarnaast heeft het een uitzicht over de straat. En tot slot hebben we op deze verdieping ook nog een behoorlijk volwassen badkamer qua ruimte. En in deze ruime badkamer vind je dus een wastafelmeubel. Daarnaast een toilet, sanibroyeur toilet en een ruime douchecabine. Vanuit de badkamer draai ik nog even een rondje, want er is nog een surprise op deze etage. En dat is namelijk een hele ruime inloopkast die tussen de slaapkamer aan de achterkant en de slaapkamer aan de voorkant is gelegen. Tot slot wil ik je nog even dat paviljoen laten zien, want die vind je hier op de achtergrond. Daar kun je dus een heerlijk wijntje of een cappuccinootje of een theetje doen. Dan draai ik nog even een rondje hier in het riet. Dan zie je op de achtergrond die hele mooie plas Sassenheim verschijnen. Die kun je ook helemaal omheen lopen, dat is een heerlijk wandelingetje. Nou kijk, wat een prachtig uitzicht. Nou, daar woon je dus, als je aan de Roerdomweg woont, echt heel erg vlakbij. Leuk dat je vandaag keek en wie weet, tot bij de bezichtiging. Oh.